Het plezier spatte er vanaf vrijdagochtend toen de training begon met dit handbalspelletje. Alleen met je handen, maar koppen mag ook. En de selectie had er het grootste plezier mee. Deze aanval eindigde met een mooie goal van Daniel Schwab. Natuurlijk met het hoofd snoeihard erin. En ondertussen spraken we met Philip Cocu. Hij had genoten van Ajax en acht ze zeker niet kansloos in de finale van de Europa League. Nee, ik denk ook zeker niet dat ze kansloos zijn. Ik denk ten eerste dat het vertrouwen en geloof in elkaar in het team absoluut maximaal is op dit moment. Ja. En dan is het één wedstrijd, dus dan ben je nooit kansloos. Beetje te vergelijken met jullie flow uit 2005? Ja, misschien wel. Misschien is dat wel vergelijkbaar. En ik denk dat ze er ook absoluut van overtuigd zijn dat ze de laatste wedstrijd kunnen winnen tegen Manchester. 2005. Ik doelde natuurlijk op het feit dat PSV ten koste van AC Milan bijna in de finale van de Champions League stond. Goed, terug naar de actualiteit van vandaag. We zagen Luc de Jong met een van pijn vertrokken gezicht van de training lopen. Wat was er precies aan de hand? Ja, tot het moment dat hij in een duel door zijn enkel ging. Dus dat moest hij meteen laten verzorgen. Even kijken of hij niet meteen reageerde. Mm-hmm. Dus we moeten morgen beoordelen hoe het ervoor staat. Of die wedstrijd kan halen of niet. Ja. Maar heel ernstig is het niet? Nee, dat verwachten we niet. Maar we moeten er altijd voorzichtig zijn. Even kijken hoe het de volgende dag is. Ja. Dus als hij zich morgen meldt, hoe het dan uitziet. Afwachten dus. We gaan het hebben over de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Toevallig vorig seizoen op de laatste speeldag ook de tegenstander van PSV. Toen in Zwolle. En toen registreerden we met Philip Cocu toch een iets ander verhaal als nu. Ja, dat klopt. Maar zo zie je me. Ieder seizoen is anders. Het is nou een wedstrijd die we goed moeten afsluiten. Als we de wedstrijd winnen, dan sluit je seizoen in ieder geval af met een overwinning in eigen huis, voor ons eigen publiek. Nou, daar gaan we alles aan doen. Alleen, er valt verder weinig meer te behalen op de ranglijst. Dus we zullen het alleen voor een overwinning moeten doen. Die intentie leeft ook zeker bij de spelers. Alleen, het is jammer dat je in deze fase nergens meer om speelt. Een klein beetje extra druk en spanning op zo'n wedstrijd, dat geeft vaak iets extra's. Daar moet je eigenlijk ook om spelen, zeker als je bij PSV speelt. Dat is dit seizoen niet het geval, dus we moeten zorgen dat het komende seizoen weer gaat gebeuren. Ik kan me nog herinneren, de uitwedstrijd in Zwolle. Ik vond dat misschien wel een van jullie betere wedstrijden van dit seizoen. Ja, zeker. Ik vond dat wel een van onze beste wedstrijden, zeker in de uitwedstrijd. Het is altijd weer een andere wedstrijd, een ander moment. Maar we moeten nu laten zien dat toen geen incident was. En dat we dat zondag weer kunnen doen.